Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag heb ik mijn eindexamen uitslag voor jullie. Dus ik hoop dat je de video al leuk vindt. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou maar snel beginnen. Gisteren, woensdag 13 juni, was een hele spannende dag. Want ik kreeg mijn eindexamen uitslag. Zoals jullie denk ik wel weten, had ik er zelf niet echt een goed gevoel over. Ik heb jullie 1 week meegenomen. Ik zou jullie eigenlijk nog 3 weken meenemen. Maar dat heb ik niet meer gedaan. Vraag me niet waarom ik het niet meer heb gedaan. Maar in ieder geval in de eerste video die online is gekomen. En meteen de laatste. Vertelde ik dat ik er helemaal geen goed gevoel over had. En dat ik het gevoel had dat het niet goed ging. En dat ik ging zakken. En bla bla bla. Dus het was gewoon super spannend. Het kon alle kanten op gaan. Ik had echt geen idee wat er zou gebeuren. Wat de uitslag zou zijn. En tot op het laatste moment wist ik het echt niet. En ja, toen op een gegeven moment toen... Mama zo, ja, ik ga filmen. Ik zo, nee. En ze heeft inderdaad gefilmd. En ja, ik wil ook graag jullie laten zien. Dus bij deze mijn examenuitslag. En het was echt super, super, super spannend. Met jullie zag. Zoals jullie ook aan de telefoon horen, dan krijg je van... Echt? Oh my god, dat had ik echt niet verwacht. Het was zo mooi. Mijn reactie was zo mooi. En mijn ogen dan... Oh, ik was zo blij. Ik had het zo niet verwacht. Ik had echt in mijn hoofd van... Ik heb een herkansing voor Engels. Sowieso voor Engels. Ja, ik ga ook een herkansing doen voor Engels. Maar ik ben sowieso geslaagd. Ik zal even mijn punten voor jullie opnoemen. Ik moest gisteren al naar school om mijn cijferlijst op te halen. Of tenminste mijn voorlopige cijferlijst. Aangezien ik nog een herkansing ga doen. Maar ik ben sowieso geslaagd. Dus het is eigenlijk gewoon om mijn punt op te hogen. Ik ben geslaagd met 3 onvoldoendes. Waarvan ik 1 vak mag laten vallen. En dat wordt wiskunde. En ik zal nou even mijn cijfers opnoemen. Voor mijn schoolexamen, dus voor alle vakken bij elkaar, zal ik als eerst zeggen. En daarna mijn centraal examen. Voor mijn schoolexamen geldt gewoon de toetsen die ik had gedaan en het uiteindelijk waar ik mee op examen ben gegaan, het cijfer. Voor Nederland had ik een 6,3 voor mijn schoolexamen en ik ben geslaagd met een 6,9, dus dat is heel erg mooi. Voor Engels had ik een 6,3 voor mijn schoolexamen en ben ik geslaagd met een 4,1. En ik ga Engels ook herkansen. Ik had gewoon meteen toen ik het examen aan het maken was, wist ik gewoon dat Engels heel erg slecht zou zijn. En ja, ik mag hem herkansen, dus dat ga ik ook doen. En ik hoor vrijdag meer over hoe laat en wanneer. En dat wordt waarschijnlijk volgende week, dus ik heb nog een herkansing, maar ik ben sowieso geslaagd. Voor maatschappijleer het schoolexamen heb ik een 6,9, maar daar heb ik geen eindexamen in gedaan. Dus ja, dat is mooi. In de afgrond een 7. Ik heb lichamelijke opvoeding en kunstvakken heb ik afgerond met een voldoende. Mijn rekenexamen, of ja, mijn rekentoets heb ik gemaakt in ER omdat ik dyscalculie heb. En daar heb ik een 6 voor. Ik heb daar vorige week een her-examen in gedaan. Dus ik hoor volgende week als het goed is nog hoe en wat dat cijfer is. Of met mijn herkansing, of wanneer ik mijn herkansing nog te horen krijg. Ik weet het niet precies, maar die krijg ik in ieder geval nog te horen. Maar rekenen telt niet mee voor mijn diploma. Voor biologie heb ik voor mijn schoolexamen een 6,3. En voor mijn centraal examen een 5,5. Dus dat is mooi. Economie heb ik voor mijn schoolexamen een 5,6. En voor mijn centraal examen een 4,6. En dat is gemiddeld een 5. Dus dat is ook mooi. Dienstverlening en producten was ik echt... Ik dacht echt dat ik daar helemaal op zou zakken. Maar dat viel dus reuze mee. Voor mijn schoolexamen had ik een 7,3. En voor mijn centraal examen had ik een 7. Dus dat is ook mooi. En verder, wiskunde ga ik dus laten vallen. Gemiddeld voor wiskunde voor mijn schoolexamen stond ik een 4,4. Dus dat is al echt al heel erg slecht. En voor mijn centraal examen heb ik daar een 3,5 voor gehaald. Dus gemiddeld een 4. Dus dat vak laat ik vallen. Dus dat komt niet op mijn diploma te staan. En verder had ik nog mijn normale vak. Of tenminste mijn beroepsgerichte vak. Ik deed media en vormgeving. Audiovisuele vormgeving en productie. Schoolexamen 6,5. En mijn eindcijfer is een 7. Interactieve vormgeving en productie. Eindcijfer een 7.
Fotografie een 6,3. En als laatste vormgeven en typfotografie een 7,6. En een combinatiecijfer van alle onderdelen is gemiddeld een 7. Dus ik ben tevreden. Ik ben geslaagd met best wel een goede lijst. Terwijl ik echt had gedacht dat het niet zo goed zou zijn. En ik ben gewoon super blij. De vlag hangt al uit. En ik heb een hele leuke regenboogvlag van de Gay Pride. Dat vind ik echt heel cool. Dus dat is helemaal leuk. En ik zal aan het eind van de video nog wat foto's laten zien van hoe de vlag hangt. En hoe ik zo heel cool sta met mijn schoolvlag. Ik ben in ieder geval super blij dat ik geslaagd ben. En dan was dit de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het niet hebt gedaan. Mij op Insta te volgen. En op Snapchat. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!